verkeer ik in andere netwerken dan jullie, dus ik vind het heel leuk dat ik hier ben bij het platform. Ik ben 1 keer eerder bij het platform geweest, dat was 1 jaar of 8 geleden. En dat was ook een avond over de Economics of Cybersecurity. Dat was een legendarische avond met 7 deelnemers. Maar die waren wel super gemotiveerd. En die hebben toen nog een heel stuk gemaakt over die avond. Maar daarna, ja, ik weet niet of dat in de platform nog veel gelezen is geworden. Toen liepen we een beetje voor de muziek uit. Inmiddels is de opkomst hier getuige van het feit dat iedereen dit thema nu herkent. Dus daar kunnen we verder dat laten voor wat het is. Mijn persoonlijke... Hoe zeg je dat? Hetgeen wat ik altijd probeer te voorkomen bij presentaties is dat ik mensen dingen ga vertellen die ze al weten. Omdat als ik zelf toehoorder ben, is dat iets waar ik enorm slecht tegen kan. Overdag al niet, laat staan als je ook nog s'avonds ergens naartoe gaat. Dus ik dacht, hoe los ik dit op? Want ik neem aan dat jullie eigenlijk al heel veel van deze thematiek afweten. Dus het lijkt me verschrikkelijk om jullie dat nog een keer te gaan vertellen. Dus ik dacht, we maken het interactief. En als jullie het allemaal weten, zijn we met sommige onderdelen heel snel klaar. Ruwweg heb ik 2 blokjes. Ik wil even iets laten zien van de verschillende criminele businessmodellen, verdienmodellen, achter allerlei vormen van cybercrime die je tegenkomt. Maar wat ik al zeg, misschien weten jullie dat eigenlijk allemaal al. En het tweede is iets wat jullie niet kunnen weten, want dat is nog vers van de pers, lopend onderzoek van de cutting edge van de wetenschap. Dat zeg ik er alvast bij, omdat het nog niet echt een gelikt verhaal is en er allemaal gaten in zitten en heel veel vragen die jullie hebben ga ik niet kunnen beantwoorden. Maar het heeft ook alvast wat hele interessante uitkomsten bij. Dus dat is een presentatie die gemaakt is door een van mijn promovendi. En dat gaat over Zeus, de financiële malware die op banken en fraude met internetbankieren gericht is. Dus daar gaan we zo een inkijkje in nemen. Goed, eerst even het eerste blokje, de verdienmodellen. Dit is een heel handzaam plaatje rondom de verdienmodellen van gehackte pc's. Dus even niet allemaal geavanceerde toestanden met APT's en de NSA en dat soort zaken. Nee, dit is gewoon doorsnee cybercriminaliteit. En nou ja, jullie weten allemaal het fenomeen botnets. Dus de vraag is, hoe monetariseer je precies een botnet? Nou, hier zijn heel handzaam een heleboel van die... strategieën bij elkaar gebracht. Ik zal er eentje iets over vertellen en als jullie dan over die andere vragen hebben, dan ga ik er ook graag op in, voor zover ik ze kan beantwoorden. En als jullie dat niet hebben, want jullie denken, ja, ik lees ook het internet. Oh, ja? Moet ik aantekeningen maken of krijg ik de presentatie ook? De presentatie krijgen jullie, maar alle tekst die ik er hier nu bij ga breien, die staat er niet in. Maar het schijnt op YouTube te komen, is mij verteld. Het wordt opgenomen, dus... En dan gaat Google het ondertitelen, dat kunnen ze ook heel goed tegenwoordig. Oké, ik ga eentje vertellen die jullie menen allemaal te kennen, namelijk spam. Dan denk je, nou oké, wat is daar nou over? Is daar nog over te zeggen? Want het verdienmodel is duidelijk, hè? Je is eigenlijk een soort marketingkanaal wat je tegen zeer lage kosten op grootschaal berichten verstuurt. En dan klikken mensen op die Viagra-link en dan bestellen ze dat. Ja, oké, dat is het dan. Klopt, toch hebben we daar wat hele interessante dingen over ontdekt. Of dat wil zeggen Amerikaanse collega's van ons. Een van de dingen waar we bijvoorbeeld achter zijn gekomen, is dat de bedrijven die hun spullen marketen via spam, ongelooflijk goede customer support hebben. Dus als jij je Viagra geleverd krijgt en je bent niet tevreden over de resultaten, en ik maak geen geld, dan krijg je geld terug. Stuur jij een berichtje aan die winkel, die online pharmacy, die natuurlijk alleen maar een soort voorgevel is. En je krijgt gewoon je geld terug. Dat is wonderlijk. Waarom? Je hebt geen idee wie die mensen zijn. De kans dat je bij Consumentenbond een einde komt is ook niet zo groot. Waarom geven die mensen een vredesnaam je geld terug? Kan iemand een verklaring verzinnen? Volgende keer klik je weer. Je moet even, jongens, jullie zijn allemaal volwassen, even iets of duidelijk in hard roepen of een hand opsteken of iets doen. Volgende keer klik je weer. De volgende keer klik je weer. Dat is alvast een deel van het antwoord. Dus laat ik vertellen hoe we dit weten. Er zijn 3-4 bendes die deze tak van sport, hè, online pharmacies, in handen hebben. En die beruzen met elkaar.
wat hebben die gedaan? Die hebben elkaar gehackt en vervolgens hun customer databases aan security onderzoekers gestuurd. Dankjewel. Er moet wel nog wat echt gebruikt worden met ethics committees in de VS. Want je mag niet zomaar crimineel gekregen data gebruiken. Maar goed, daar hebben ze blijkbaar een mouw aangepast. Dus wij hebben de customer databases van twee hele grote, wat dan heet, affiliate programs. Dat zijn de verkoopprogramma's van de mensen die die via geheimse voor aan de man willen brengen. En als jij daar aan mee wilt doen, bijvoorbeeld door spam te versturen, maar het kan ook zijn dat je het verkoopt door advertentienetwerken te hacken. Het kan ook zijn dat je het verkoopt door Black Hat Search Engine Optimization te doen, hè, dat je lekker boven in Google uitkomt en zo. Maakt niet uit, dat maakt die mensen allemaal niet uit. Je krijgt gewoon een affiliate nummer en alle kliks die zij via jou krijgen en waardoor zij iets verkopen, krijg jij gewoon geld. En hoe je het verder doet, dat mag je allemaal lekker zelf in innoveren. Dus dat is inderdaad een hele innovatieve tak van sport. Dan ben ik even achterhand, waar ging het ook weer over? Oh ja, waarom geven ze je geld terug? Dus we hebben die databases gekregen en één deel van het antwoord is inderdaad correct. We weten dat 30% van de mensen die Viagra bijvoorbeeld bestellen, dat zijn return customers. Nou, elk bedrijf kan je vertellen dat zijn de beste klanten. Daar hoef je niet meer marketing voor te doen. Daar hoef je niet in te investeren. Dat is allemaal snel verdiend. Hè? Daar heb je de beste marge op. Dus 30% zijn terugkerende klanten. Die waren tevreden over de vorige Viagra. Die bestellen nog een keer Viagra. Maar, oké, dat is dan één deel. Wat zou er nog meer een factor kunnen zijn dat spammers keurig geld teruggeven? Geen gezeik. Maar als jij tegen een anonieme inbox staat te kletsen, daar heeft niemand last van, hoor. Het banknummer. Banknummer. Ja, leg eens uit. Nou ja, als je geld al over moet maken, dan moet je banknummer... Ja, kijk, we komen toch een heel eind zo onderhand. Banknummer, het creditcard account. Dus je moet wel die Viagra gaan betalen. En zeker als je aan Amerikanen verkoopt, die willen het liefst met creditcard betalen. Die willen niet allemaal vage U-cash en toestanden, daar moeten ze niks van hebben. Want Amerikanen zijn ook tegen de Europese imago in best wel rationele mensen. En die weten als ik met een creditcard iets bestel en die rommel komt niet aan, krijg ik gewoon mijn geld terug. Dat is niet mijn probleem. He, dus een creditcard is in principe een soort verzekerde transactie. Dus zij bestellen spamgoederen met hun creditcard. Dat betekent dat als jij spammer bent, moet jij dus die creditcard transacties kunnen afwikkelen. Die moet je kunnen aannemen en dat betekent dat de bank van de creditcard, van de issuer, moet. En dan moet jij als spammer, ben je dan een acquirer. Nou, ik zal je het hele creditcardmodel verder besparen. Maar waar het neerkomt, jij moet een klant zijn bij een bank als spammer om die betalingen te kunnen ontvangen. Nou, wat gebeurt er nou als jij, stel je denkt, fuck it, ik stuur geen Viagra, wie maakt me wat? Nou ja, dan gaat zo'n klant zeggen, ik wil mijn geld terug. Of je stuurt de Viagra te laat, of hij is niet goed verpakt, of mensen vinden de kleur niet leuk. Allemaal dingen waar klanten over kunnen zeuren. Dat ga je allemaal regelen. Waarom? Op het moment dat jij veel terugstortingen veroorzaakt, chargebacks heet dat, dan wordt bijvoorbeeld Visa wordt een beetje humeurig. Wat doet Visa dan? Die gaan jouw tarieven verhogen. Want al die chargebacks kost Visa geld. Dat gaat allemaal uit hun marge. Dus dan gaat Visa de tarieven verhogen om jouw chargeback terug te duwen naar een acceptabel niveau. En als je dat niet op orde krijgt, omdat je denkt, kan mij dat bommen, dan gaat Visa op een gegeven moment jou uit het netwerk zetten. En dat is heel vervelend, want spammers zijn ongelooflijk goed in het vervangen van alle ICT-componenten van hun waardeketen. Als jij bijvoorbeeld hun domeinen uit de lucht haalt, daar komen ze niet eens van uit bed. Dat is allemaal geautomatiseerd. Dat staat allemaal klaar in een soort productiestraat met honderden domeinnamen. En op het moment dat er eentje uit de lucht gaat, is de andere wordt automatisch overgenomen. Als je het hebt over business continuity, kun je daar nog hele aardige lessen leren. Maar er is één ding wat zij niet goed kunnen vervangen. Dat is hun financiële afhandeling van de transacties. Als jij als bedrijf, moet je maar eens, ik weet niet of iemand dat hier uit eigen hand heeft ervaren. Als je als bedrijf creditcardtransacties wil kunnen aannemen, dan moet je door ongelooflijk veel hoepels springen, heel veel papierwerk ophoesten, allemaal anti-witwasbeleid, anti-terrorismebeleid, allemaal moet je dat op orde hebben, met die bank regelen.
En dan krijg je, dan word je accountholder. Op het moment dat zo'n bank zegt opzouten, dan moet je dat hele ding weer opnieuw gaan doen. En als je pech hebt, ja, kost je dat een jaar. Je bent zo een jaar kwijt met zo'n toestand. Dus Visa leunt, ik maakte het trouwens iets te simpel. Visa leunt niet op de spammer, Visa leunt op de bank. De bank van de spammer. He, want wie is de spammer? Hoe leun je daarop? Nee, Visa leunt gewoon op die bank. Zeg gewoon tegen die bank, een van jouw klanten creëert te veel chargebacks, doe er iets aan of ik duw jou uit. Nou, en dan zegt, en die bank, die werkt misschien willens of wetens mee met die spammers, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat die banken heel gevoelig zijn voor die druk van Visa en die sluiten dan op een gegeven moment die spammer af. Dus, als je al die incentives, al die prikkels op een rijtje zet, heeft zo'n spammer economisch rationeel als beste strategie hele hoge customer support leveren. En dat is precies wat ze doen. Dus, nou, dat is er eentje. Waar willen we het nog over hebben? Een vraag over die spammers. Ja. De verkopende partijen zelf die de spam veroorzaken, zit daar nog wel een tussenschakel tussen? Die... Ja, zijn het de verkopers die de spam produceren? Achter een computer om op ja te klikken. Dan is dat niet zo. Maar dus ze kunnen dat met spam doen. Ze kunnen dat doen door advertentie ruimte te kopen. Ze kunnen dat doen door search engines te manipuleren. Zodat je, als jij vandaag intipt dat dan bovenin Google een van de pharmacies eruit komt. Hoe, dat in de City Pharmacy niet. En voor deel weten ze dat ook helemaal niet. Doet er helemaal niet toe. Waar het om gaat zijn aankopen. En dan krijg je gewoon voor per aankoop krijg je dan betaald. En hoe jij dat dan in je lokale jurisdictie regelt en met de lokale politie, dat is helemaal jouw probleem. De verantwoording kan gewoon echt afgeschoten worden. Sorry? Dus die verantwoording kan gewoon helemaal afgeschoten worden. Ja, ja, en zij krijgen alleen maar aankopen. Dus dat is een beetje zeg maar, wat Google doet met de webbedrijven die via Google adverteren. Ja, dan ga je vanuit dat Google dat op een nette manier doet en niet allemaal. Dat is een mooi brugje naar een ander verdienmodel. Klikfraude, even kijken, waar staat die? Ja, klikfraude. Dus stel even, jij bent een webwinkel, jij betaalt Google om verkeer naar jouw winkel te krijgen met trefwoorden. Heb je verschillende soorten advertentiemodellen. Sommige betaal je Google per klik, andere betaal je Google per aankoop. Maar laten we even die per klik nemen. Nou, dat kun je dus ook crimineel exploiteren, dat model. Wat doe je dan? Jij bouwt een hele verzameling websites. Dat doe je ook weer allemaal geautomatiseerd. En je gaat niet zelf HTML zitten kloppen. Dat is gewoon, die wordt er uitgepompt aan de lopende band. Op die website zet je Google-advertenties neer. Vervolgens koop je in de ondergrondse markt koop je een botnet. Of dat lease je eigenlijk. Je leest een botnet. Dat kost geen rol, een paar honderd euro voor 10.000 machines. Dan huur je dat botnet. En dat botnet, daar push je dan software naartoe die op een hele natuurlijke manier kliks genereert. Eerst deed je dat niet, dan duwde je er gewoon, deed het aanvallen staat niet, dan duwde je gewoon een scriptje naar het bot toe, zo van klik elke 10 seconden op de advertenties van de volgende 100 sites. Dat is voor Google vrij makkelijk te detecteren. Goh, dat is heel opvallend. Hetzelfde IP-adres met hetzelfde interval. Hè. Dat is voor Big Data jongens een peulenschil. Dus wat gingen ze doen? Dan gingen ze iets meer intelligentie in die software stoppen, zodat die klikt op het moment dat mensen zelf ook online zijn. Dus jij bent dingen aan het doen en in de achtergrond pusht jouw browser nog wat kliks het internet op. Dat is nog moeilijk te zien.
En dat is voor Google een enorm probleem. Ze geven geen openheid over hoe groot deze tak van sport is. Er is één bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in dit, ja, hier een soort van marktdata over te verzamelen. De betrouwbaarheid daarvan kan ik niet beoordelen, maar zij beweren dat een kwart van alle kliks op Google advertenties botnet kliks zijn. Dat zijn fake kliks. Je kan je voorstellen, dat is voor Google een enorme bedreiging, want die kliks leiden dus niet tot aankopen. En Google verdient zijn geld door die advertenties te verkopen aan bedrijven die willen adverteren. Als dan een deel van het verkeer wat jij naar je site krijgt onecht is, dan betaal je Google voor nepverkeer. En dat is niet echt goed voor de vertrouwensrelatie, zou ik maar zeggen. Dus daar moet Google heel veel aan doen. En dat geldt hetzelfde voor alle andere advertentienetwerken. Maar dat is een hele grote tak van sport. Om dat zowel te manipuleren, advertenties, als te bestrijden. Ja. Oh ja, dat is een stukje van het verhaal dat ik nog niet had verteld. Dus jij bent de crimineel. Jij zet die honderden websites op. Vervolgens laat je het botnet op die websites klikken. En omdat jij de advertentie op je site hebt staan, krijg jij van Google betaald. He, dus Google krijgt van de adverteerder betaald voor per klik, laten we zeggen 1 cent. En van die cent gaat dan 0,2 cent naar degene die die advertentie getoond heeft. Dus jij bent ook een affiliate. Als jij, je kan gewoon, iedereen hier in de zaal kan vanavond een AdSense account aanmaken. Er zit geen enkele drempel. En alle kliks die jij voor Google genereert, doordat jij mensen naar, op jouw site krijgt, bezoekers op jouw site krijgt, die advertentie, op die advertentie klikken, dan krijg jij een heel klein percentage van Google, van de inkomsten die Google van die advertenties krijgt. En dat kun je dus, als je dat een beetje opschaalt, het gaat allemaal om schaal dit, hè. Dus je gaat niet een leuke vijf siteitjes, geen kliks doen, nee, dat moet allemaal met duizenden tegelijk. En dan zijn al die fracties van centen, die beginnen heel hard op te tellen. Nog een andere. Kan je iets vertellen? Ja. Ja, dat is interessant. Hè? Dus we hebben hier aanvallen die eigenlijk gebaseerd zijn op een soort van afpersing. Jullie kennen allemaal crypto locker en dat soort dingen. Hè? Dan wordt je harde schijf versleuteld en dan moet je ergens via Ucash wat geld overmaken en dan krijg je de sleutel toegestuurd om je data terug te krijgen. Daar zijn allerlei varianten op. Dat kun je ook bijvoorbeeld met e-mailaccounts doen. Hè? Iemand neemt jouw e-mailaccount over, verandert het wachtwoord, jij hebt geen toegang meer. Moet je eerst geld overmaken, krijg je het nieuwe wachtwoord, kun je weer bij je e-mail. Webcam image extortion, hè, daar hebben we recent in Nederland een mooi voorbeeld van gezien. Die Pipo die 2000 webcams had overgenomen en allemaal onfrisse beelden daarmee probeerde te maken. En vervolgens die mensen deels probeerde af te persen of deels pesten. Maar goed, laten we even het simpele voorbeeld nemen van de ransomware. Dus jij, oké, ik ben een crimineel, ik zit in de business van ransomware. Opnieuw, ik ga de ondergrondse markt op, ik lease een botnet. Kost geen drol nog steeds. Daar push ik allemaal mijn ransomware naartoe. Dus daar al die geïnfecteerde machines gaan allemaal een cryptolocker installeren. Die beginnen keurig alle files te versleutelen. En vervolgens kunnen mensen niet meer bij hun bestanden. Krijgen ze een webpagina te zien. Maak 40 euro. Er zijn nog hele leuke varianten van. Hallo, dit is de Nederlandse politie. Wij hebben kinderporno op uw computer gezien. U kunt nu een schikking met ons regelen. En anders gaan we over tot vervolging. Die trappen daar niet in natuurlijk, maar er zijn genoeg mensen die zich een tering schikken. Ook omdat er schijnen varianten te zijn, ik weet het niet uit eerste hand, die kijken naar je surfgedrag. Dus als jij dan URL's hebt bezocht met het woordje 17 of zo erin, dan gebruiken ze die variant van de afpersingsmededeling en dan schikken mensen zich een hoedje, want ze denken dat er inderdaad gekeken is naar wat ze op het internet hebben gedaan. Dus daar heb je ook slimme matching algoritmes in. Maar goed. Jij krijgt de mededeling, uw computer is vergrendeld, u moet betalen. En dat kan zijn, hallo, ik ben de politie of gewoon niks, u moet betalen, klaar. En daar is het betaalmodel niet aan creditcards gekoppeld, maar aan online valuta. Zoals Ucash en wat heb je nog meer, Webmoney, MoneyGram, nou ja. Er zijn verschillende varianten van, ja, bitcoins tot op zekere hoogte ook, al is daar de drempel iets te hoog. Dat is nog iets te geeky. En de mensen die wel afpersen zijn niet mensen die bitcoins hebben.
Snap je? Dus daar is de drempel wel heel hoog. Dan gaan ze misschien toch, iemand bellen om de computer weer op te ruimen. In plaats van dat ze gaan uitzoeken wat de vreedzame bitcoin is. Meestal gaat het met UCAS en zo. Dat kun je gewoon bij de Albert Heijn kopen, bij het tankstation. Dat is allemaal volledig legaal en dat is ook goed verkrijgbaar. Er wordt al keurig uitgelegd waar je kan kopen. Nee, je moet mensen niet moeilijk maken. Maar daar kunnen ze dus gebruik van maken, omdat anders dan met die spam aankopen, is dit eigenlijk een ander soort transactie. Dit is een transactie die gebaseerd is op dwang. Dat is met spam niet, dat is gebaseerd op ik wil het product hebben en ik denk ook dat jij het mij gaat sturen. En dat is ook zo. En dus dit is een ander soort transactie en daardoor kun je mensen ook een iets grotere stap laten zetten in de betalingshandeling. De weinige cijfers die we hierover hebben suggereert, dit zijn cijfers die mensen van de politie mij vertellen, dat ongeveer een kwart van de mensen die besmet wordt met dit soort ransomware betaalt. Dat is een hele lucratieve tak van sport. Er is anderhalf jaar geleden door de FBI een bende opgepakt die ransomware deed. Die hadden, voor zover de FBI dat kon reconstrueren uit hun boekhouding, $100 miljoen verdiend in ongeveer 2 jaar. En maar dat gaat, keer 40 euro. En je kan het op extreme schaal verspreiden, dus ja, dat tikt al vrij snel aan. Een andere variant daarvan is rogue antivirus. Kijk, waar staat die? Rechts onder. Je doet op allemaal verschillende dingen, dat helpt niet. Rechts, dankjewel. Je moet gewoon naar één iemand luisteren, dat is het beste. Fake antivirus, dat werkt ook heel aardig, want ook daar is het geld wat mensen bereid zijn te betalen vrij hoog. Dus wat doe je hier? Opnieuw, je leest een botnet, je pusht fake antivirus. Dat is dus software die doet alsof die antivirus is. Vervolgens zijn mensen aan het surfen, krijgen ze de mededeling: wij hebben een bedreiging gedetecteerd op uw computer. Oeh, dat is niet zo best. En dat ziet er heel goed uit. En meestal doen ze dan Symantec na of Security Essentials van Microsoft. Keurig nagemaakt, alle logo's kloppen, het hele rattenplan. En er staan allemaal natuurlijk onbegrijpelijke dingen op die een bedreiging vormen voor je computer, zoals dat bij echte antivirus ook is. En een deel van de mensen denkt dan, ik had dat, die weten al, had ik inderdaad een keer moeten regelen. Verdikkie, nou is het toch misgegaan. Dus die denken, laat ik het nou maar een keer natuurlijk regelen en koop hier de antivirusoplossing die u van deze bedreiging gaat bevrijden. Kost 40 euro, dat kost die rommel van Symantec ook, no offense. Dus dat vinden mensen een heel normaal bedrag, maak je 40 euro over. En guess what? De bedreigingen worden inderdaad opgeschoond. Dan krijg je keurig zo'n balkje te zien, dan ga ik ook poetsen. Er staat natuurlijk helemaal geen bedreiging op de computer. De enige bedreiging die erop staat is die rommel die dat balkje weergeeft. En die blijft natuurlijk staan. Want na een tijdje is de licentie weer vrij, moet je weer opnieuw een licentie kopen, net echt. En dan wordt het opgeschoond en dan krijg je inderdaad die meldingen niet meer. Dus ik had ook mensen in mijn eigen familie die dit hadden gedaan en die waren heel verontwaardigd, want die dachten dat ik hen verdomme uitmaakte, wat echt niet mijn intentie was. Want hun punt was, hoor eens even, het werkt echt, want die meldingen hielden op. Het was echt antivirus. Ja. Nou ja, ik heb besloten voor de familievrede om dat gesprek netjes af te hechten op dat moment. Zijn grenzen. Ik had trouwens. Wanneer was het? Bij de XP, het einde van de XP, kreeg ik nog een cameraploeg langs van Hart van Nederland. Daar had ik nog nooit aan meegewerkt, dus dat vind ik leuk. Dus Hart van Nederland kwam langs, heel gezellig item werd dat. Dat is heel anders dan zeg maar één vandaag of zo, maar dat schakel ik. Ik doe ook alles 10 keer over, bij Hart van Nederland niet, dat vinden ze niet spontaan. Dus gewoon 1 take, ik was dan 2 minuten klaar, ik heb nog nooit meegemaakt. Dus 1 take staat dat erop. En die man, die had dus een oude XP-computer uitgegraven, ergens uit de kast, en die had hij meegenomen. Die ging mij uitleggen dat hij eigenlijk allemaal maar flauwekul vond, die hele ophef over de XP, einde van de XP. Dat hij eigenlijk geld voor partij vond, want het is wel weer duidelijk wie hier geld aan gaat verdienen. En toen liet hij mij zijn computer zien en ik zeg, ja, heb je al die jaren zonder antivirus met XP op het internet gezeten? Dat is, avontuurlijk. nee, zei hij, ik heb wel antivirus, kijk maar. Nou, daar stond een volkomen dubieus programma, wat dan deed alsof het antivirus was. En daar raakte ik in hetzelfde gesprek als met dat familielid. Dus dat heb ik ook heel snel afgerecht, want ik dacht, dit gaat nergens heen.
Maar die man bleef volhouden dat het echt antivirus was. Nou was wel het verschil, had er niet voor betaald. Dus misschien was het wel echt antivirus, want anders slaat het eigenlijk qua verdienmodel hebben nergens op. Dus, soms dan kom je in de doodlopende straat en dan is het beter om een ander onderwerp. Goed, nog eentje. Ja. DDoS extortion, ja, die is niet heel moeilijk te begrijpen. Je stuurt een webwinkel de volgende mededeling. Als je niet voor morgen 12 uur 3000 euro overmaakt met Ucash naar het volgende accountnummer, dan halen wij jouw site een dag uit de lucht. En dat doen ze ook. Nou, het site een dag uit de lucht. En dan heb je winkels die principieel niet betalen. Een beetje zoals we ook, zeg maar, ik onderhandel niet met terroristen, want dan nodig je alleen maar uit dat je nog vaker aangevallen wordt. En dan gaan ze weer weg. Soms houden ze wat langer vol, dan heb je serieuze omzetverliezen. En soms hebben ze nou twee keer genoeg ervan, want ze moeten eigenlijk de mensen hebben die de dreiging serieus nemen. Op zijn minst na de eerste aanval cashen. Dat werkt ook redelijk. Waar het vooral heel goed werkt zijn kleine webwinkels, want daar hoef je natuurlijk maar een beetje tegen te duwen en die vallen om. En als je pech hebt, dan zitten die ook nog bij hosting providers die dan op diezelfde servers nog 300 domeinen hebben zitten. Letterlijk 300 domeinen. En ja, die vallen allemaal om als je een DDoS aanval tegen een van die sites komt. Dus die hosting provider zet ook die site al heel snel in een soort quarantaine. Dus dat zijn allemaal incentives die voor zo'n webwinkel heel vervelend zijn. Als je dan echt, als het gewoon een soort mom-and-pop store is, maakt het niet zoveel uit. Dan ben je een dagje uit de lucht. Maar ja, als je gewoon een winkel hebt die dat proces gaande wil houden, is dat heel vervelend. En we weten niet hoe vaak mensen betalen. En er zijn sites die bestaan alleen maar online. Hè? Bijvoorbeeld een heel gewillig doelwit voor DDoS extortion zijn online casino's. Want ja, die gaan niet zo snel naar de politie. Dus dat scheelde weer. En het andere is, ja, die maken hele coole rekensommen. Want hoeveel, hè, dat is gewoon omzet per uur. En dat is echt omzetverlies. Hè? Heel veel webwinkels, zag je ook met die DDoS aanval op de ING. En lag dan dingen eruit. Ideal en al die webwinkels steen en been klagen over enorme schade voor de economie. Dat is allemaal sterk overdreven. Want een groot deel van die schade is omzet, is uitstel van omzet. En mensen gaan niet ineens niet meer een nieuwe laptop bestellen, omdat Ideal het nu even niet doet. Dan gebruiken ze of een creditcard, doen een vooruit een AcceptGiro of Rankboers, of ze bestellen gewoon de dag erna. Dingen op het internet werken heel vaak niet. Dus daar raken mensen niet per se van in de war. Dus dat is nogal overtrokken, maar bij casino's, ja, daar is gewoon als jij twee uur geen spelletjes, geen poker kan aanbieden, ja, dan kun je gewoon zien hoeveel geld je dat kost. En dan is die transactie, daar zijn die aanvallers heel goed in, die weten echt heel goed hoe ze hun aanval moeten beprijzen. Dus je moet dat niet natuurlijk even duur maken als het uit de lucht zijn, want dan gaan mensen denken, nou ik werk hier niet aan mee. Maar als je het, laten we zeggen, 5 tot 10% maakt van de omzet, ja, dan wordt de rekensom toch al snel, ja. Nou, laat ik maar betalen, dan ben ik hopelijk weer een poosje vanaf. Het is een beetje als de klassieke scène uit de maffiafilm, waarin de maffiabaas de winkel binnenkomt en die zegt, ja. Mooie winkel, zou zonde zijn als er iets mee gebeurde. Weet je wel? Andere nog? Ja. Die captcha-solving. Captcha-solving, ja. Captcha is dat gekke plaatje wat je te zien krijgt als je bijvoorbeeld een nieuw e-mailaccount probeert aan te maken. Dan moet je iets onbegrijpelijks lezen, wat ik zelf ook vaak niet kan lezen. Maar goed, dan probeer je een paar keer en dan heb je het goed. Er is een criminele en semi-legale markt voor het oplossen van captchas. Nou, waarom dan? Nou, omdat er allerlei waardevolle processen afgeschermd worden met captchas. Bijvoorbeeld het aanmaken van e-mailadressen. Jij bent spammer, hè? Je bent een leuk affiliate van online pharmacy. Je wilt veel spammen. Een van de beste dingen die je kan gebruiken om te spammen zijn Gmail-accounts. Die komen door de meeste filters heen. Vanwege de reputatie van Gmail enzovoort. Hoe kom je aan Gmail-accounts? Nou, dan kun je Gmail-accounts proberen wachtwoorden te stelen en op die manier te harvesten. Dat werkt ook. Maar je kan ze ook gewoon zelf aanmaken en heel snel spammen en voordat Google ze afsluit. Nou, hoe maak je dan die accounts op grote schaal aan? Want opnieuw, het gaat hier niet om even 10 accountjes aanmaken, je moet er 10.000 hebben. Dan moet je dus die captchas geautomatiseerd kunnen oplossen. Een van de manieren waarop je dat kunt doen is gewoon software. Dat is voor een deel
heel geavanceerde, wat zeg maar Google Images ook gebruikt, een soort patroonherkenning van plaatjes, dat kunnen criminelen ook. En dan kraak je ze geautomatiseerd. Maar goed, Google enzovoort is vrij goed met captchas, dus die maken ze dan weer wat moeilijker. Dus wat doe je dan? Dan ga je naar een winkel in India en daar zit gewoon een hele zaal als deze vol met mensen captchas op te lossen. Ja, een captcha farm heet dat. En die mensen verdienen iets, dat is een soort hoeveelheid geld die bij ons onvoorstelbaar is, weet ik, want die krijgen 10 cent per dagelijks. En dan kun je dus tegen een halve krats captchas aanbieden op de markt. En dus heel veel dingen die op captcha gebaseerd zijn, hoe dat dan werkt, is jij vertelt dat bedrijf, die captcha farm, vertel je welke captchas je opgelost wil hebben. Dat bedrijf heeft een paar hackertjes in dienst die even een soort ICT-pijplijn bouwen om die captchas te slopen uit de pagina waar die zit en aan die mensen voor te schotelen in dat oploscentrum. Dus die zitten echt als idioten, die krijgen ook per captcha betaald, hè, dus dat is lekker doorwerken. En dan pomp je het antwoord terug naar de site waar het ingevuld moest worden. Nou, werkt als het niet meer. Ja. Andere variant van mensen. Nee, dat zijn echte mensen. Hm? Het blijkt dat mensen soms verkopen zijn dan in de middels. Meestal is het andersom. Maar bij de captcha's is het, blijkt het, ja, als je naar lage lonenlanden gaat, kun je dat soms goedkoper doen dan dat de criminelen neurale netwerken moeten gaan bouwen die dan patroonherkenning gaan doen en zo. Dat is een hele verdomde goede vraag. Even denken hoor. Oh ja, nee, maar hier, dit is de geautomatiseerde variant. Ja. Dus hier doet het. Het is niet zozeer de bot die de captcha oplost, maar meer dat je via de bot de captcha. Dus je laat de bot zich registreren bij Google. En die captcha wordt dan naar het botnet gesluist, daar wordt het opgelost, gaat het niet terug. Oké, ja. Ja. Als we even de criminele markt van de hack-pc's van de deel houden. Ja. Hoe zijn de ontwikkelingen op de criminele arbeidsmarkt? Zijn er steeds minder bedrijven die steeds meer doen? Of zijn er heel veel kleintjes? Of zijn er steeds meer mensen die daar werkzaam zijn? Ja, dat is een hele interessante vraag. Kon iedereen dat horen? Ja, oké. Okay. Het korte antwoord op die vraag is weten we niet. Het iets minder korte antwoord op de vraag is... Voor zover we weten hoe deze markt werkt, lijkt het verdomd veel op de legitieme ICT-markt. Dus alle innovaties die in de legitieme markt gebeuren, die zie je ook in de ondergrondse markt. Heel veel dingen bijvoorbeeld wat je in de ICT-markt ook ziet, enorme specialisatie en dan dingen als een dienst aanbieden. Dus ik ga niet meer zelf mijn e-mail filteren, dat bestel ik uit. Ik ga niet meer zelf mijn servers hosten, dat doe ik in de cloud. Alles als een service, dat is daar. En dat soort, hè, dat weten jullie ook, dat soort verdienmodellen, die zijn ontzettend effectief met schaal. Hè, dus je moet niet een beetje een klein cloudje bouwen, je moet een grote cloud bouwen. En dan kun je iedereen uit de markt prijzen verder. Nou, dat is in de criminele ondergrond voor een deel ook zo. Dus er zit heel veel consolidatie in die markten, wat we kunnen zien. Dus er zijn geen honderden online pharmacies. Ja, wel in technische zin. Maar er zijn eigenlijk maar 4-5 bendes die online pharmacies doen. Want je hebt zeker een schaal nodig om dit echt effectief te kunnen doen. En dus die schaalvoordelen zorgen voor consolidatie in die markt. Maar je hebt ook heel veel markten met allemaal amateurs die ook mee gaan doen hoor. Dus bijvoorbeeld phishing is nauwelijks iets mee te verdienen, voor zover we daar zicht op hebben. Omdat dat heel veel mensen ook gaan proberen en dat leidt tot een soort, wat dan in ons jargon heet, een tragedy of the commons. Dus iedereen gaat achter dezelfde slachtoffers aan en dat leidt tot een enorme verwatering van... Zeg maar de relatie tussen de inspanning die je doet en de hoeveelheid bruikbare phishing credentials die je kan bij elkaar kan vegen. Zijn het dan de mensen die daar werkzaam zijn, zijn dat dan mensen die in de avontuur wat bijsnappen? Of zijn het fulltime dienstverleners in de criminele sector? Nou ja, zeg maar de harde kern zijn professionals, ja. Ja. De af en toe kunnen politiemensen daar hele leuke plaatjes van laten zien. Een maand geleden was ik bij de Digital Crimes Conferentie van Microsoft en daar komt ook altijd heel veel law enforcement. En er was onder andere een presentatie over een bende in Wit-Rusland. En dat waren professionals en die wisten van gekkigheid niet wat ze moesten doen. Dus de politieagenten hadden een deel van hun, het was niet Flickr, maar ze hadden zo'n foto-share-dienst. Maakte hen allemaal niet zoveel uit.
Maar ze dus gewoon lieten zien wat voor hummers ze hadden gekocht en al dat soort spullen. En ja, dat waren mensen die daar fulltime mee bezig waren. Maar ja, ook daar, want zou ik zeggen, het is net de echte markt. Dus er zitten ook heel veel hobbyisten tussen, er zitten heel veel soort van MKB'ers tussen. ZZP'ers, precies, hè? Dat heb je daar ook wel. Ja, dat is geen grap, dat is echt zo. En dan net als in de echte markt ga je als ZZP'er naar een soort intermediair, hè? Een soort klus.nl, zeg maar. Waar je diensten aanbiedt, dat heb je voor de ondergrondse ook. En daar zijn hele effectieve reputatiemechanismes. Hè? Dus als jij een ZZP'er bent die inderdaad doet wat hij belooft, hè? Die zoveel bots per dag kan leveren, zoveel machines, geïnfecteerde machines per dag kan leveren, of je kan zo snel nieuwe injectcodes schrijven voor sites die aangevallen worden, dan krijg je een hele goede reputatie in die markt. Want al die criminelen, die hebben echt SLA's en zo. Dat is geen grap. Die hebben echt SLA's. Dus dan krijg je er gewoon erbij, wij leveren dit, als we dat niet halen, krijg je zoveel korting, als we daaronder zakken, is het gratis. En dat wordt ook gedaan, want het wordt allemaal keurig weer geoordeeld daarna, net als op eBay en zo. En die reputatiemechanismes maakt dus ook dat zij die marktplaatsen niet proberen af te schermen. Want waarom zou je? Hè? Dus die marktplaatsen zitten ook, law enforcement zit erop, heel veel securitybedrijven die hangen daar rond. Nog wat academische onderzoekers. Die komen er allemaal op. En dat is hartstikke gezellig. Je moet wel mensen hebben die een beetje Russisch kunnen lezen. Want als je met Google Translate gaat doen, is het echt, dan krijg je heel snel hoofdpijn. Maar maar dat maakt die criminelen allemaal niet uit, want je kan heel goed aan de reputatie zien wie de echte crimineel is en wie niet. Dus alle problemen zoals wij die hebben opgelost, hebben zij ze ook opgelost. Dat is het korte antwoord. Ja, achterin. Wat zijn de groeimarkten en welke markten zijn passé? Wat zijn de groeimarkten en welke markten zijn passé? Dat is hier, dat is zeg maar op de iets langere termijn heel moeilijk te zeggen, want bijvoorbeeld een paar jaar geleden dacht ik, nou dat DDoS-verhaal dat hebben we nu wel gehad. He, dat was echt zoiets wat een jaar of 10 geleden een groot ding was. En daarna dacht ik dat we dat, ja, toen zakten we er ook gewoon in. En toen dacht ik over, nou oké, de meeste, zeg maar, ook bijvoorbeeld de meeste hosting-infrastructuur is geprofessionaliseerd. Dus je kunt echt een DDoS-aanvalletje afslaan en anders verder. Echt grote jongens kopen dat in. Dus ik dacht, dit is spam geworden. Spamprobleem. Dus eigenlijk, spamprobleem is in zekere zin opgelost. Het bestaat nog als verdienmodel. Maar het ontregelt onze processen niet meer. Je moet overigens wel beseffen dat we daar een behoorlijke hoeveelheid geld voor betalen. Hè, om al die infrastructuur draaiende te houden. Maar goed. Dus ik dacht, het gaat de richting van spam. Nou ja, niets is minder waar. Want het heeft een enorme opleving weer doorgemaakt. Hè, met als publiek hoogtepunt in Nederland. Dan die aanvallen van april vorig jaar. Dus daar kun je verdomd op verkijken. En dat komt omdat heel veel van die aanvalsmodellen, die worden weer geïnnoveerd of er wordt een ander verdienmodel aangehangen. En dan kun je er weer iets mee. Dus een van de innovaties in DDoS is amplificatie aanvallen. En ze hebben nu door dat als je dat, ik zal jullie techniek besparen, maar je kan eigenlijk elk UDP-protocol gebruiken voor amplificatie. Oei, wacht even, daar hebben we er nogal wat van in gebruik op het internet. Dus we hebben nu ook met de Universiteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam wat onderzoek samenlopen waarin we eens kijken, nou ja, hoe effectief dit zou kunnen zijn. Ja, en dan blijkt dat je met hele kleine kosten verdomd grote DDoS-aanvallen kan lanceren. Nou, dat is ook weer net als in de gewone economie. Als jij de productiekosten flink weet te drukken, dan kun je weer op een andere manier die monetariseren, die eerst niet interessant waren. Omdat dan, ja, je moest veel moeite doen voor een relatief bescheiden bedrag. Dus die verhouding wordt steeds gunstiger. Dus ik ken geen soort van crimineel verdienmodel wat geheel verdwenen is. Ik ken geen voorbeelden van. Wat is dan nu een grote tak van sport? Jeetje. Nou ja, iets wat enorm gegroeid is account harvesting, dus account credentials. En daar wordt ook goed voor betaald. Dus opnieuw, op de criminele marktplaatsen kun je ook in bulk Facebook-accounts kopen bijvoorbeeld. Zeg je, doe maar 5000 Facebook-accounts in West-Europa. En dan kost wat. En de prijs daarvoor ligt inmiddels fix boven geïnfecteerde machines. Dat is ook interessant. Hè? Dus net als in de reguliere economie, zie je dat de waardeketen gaat de cloud in. Gaat eigenlijk naar de online platforms en minder naar de devices aan de rand van het netwerk. Dus het is nu waardevoller voor een crimineel om een Facebook-account te hebben dan om een gehackte PC te hebben.
Dus daar is een flinke groei in geweest. Nou ja, verder hebben we al die toestanden met ransomware en zo, we zijn ook flink gegroeid de afgelopen jaren. En dat is, maar dat is al een poosje zo, dus dat is niet een heel recent ding. Ja. Ja. Jeetje, Mina. Ja, ik heb nog een deel 2, waar we, dat gaat tot 10:30. Nou, ik zal even daar drie krenten of zo uit de pap wissen. Sorry meneer, moet u het even na afloop vragen? Goed, ja, jeetje, hoe ga ik dat doen? Ik dacht, dit weten jullie allemaal. Zo, ik had niet gerekend dat ik hier al lang ging hebben. Nou, laat ik even één dingetje wat ik al zei. Het is een werk wat een promovenda bij mij aan het doen is. En het gaat over Zoos. Zoos is een financiële malware. En wij werken samen met Fox IT om een beetje zicht te krijgen op de criminele incentives, de economische keuzes die criminelen maken vanuit data die we hebben van Zoos. Nou, wat hebben we dan? Ga ik even springen. Even heel simpel, jullie weten wel hoe Zoos werkt, toch? Met... Oh, dat weet ik niet. Okay. Dus dat wordt het meeste gebruikt voor wat heet man-in-the-browser attacks. Dus zeg maar, fraude met internetbankieren is heel vaak op Zoos of een Zoos variant gebaseerd. Dat werkt als volgt, jouw computer wordt geïnfecteerd met Zoos en dan gaat Zoos jouw browser manipuleren. Dus wat jij te zien krijgt in je browser is niet meer wat het internet tegen jou zegt. Dus jij gaat naar je inlogpagina van je bank, dan zie je inderdaad de inlogpagina van de bank. En jij gaat keurig jezelf authenticeren met je token reader of je tandcode of wat dan ook. Maar ondertussen praat je eigenlijk niet met de bank, maar je praat met de malware die jouw browser manipuleert. Vervolgens past jouw malware past aan wat jij hebt opgegeven en jouw malware praat tegen de bank. Dus Zoos gaat tussen jou en de bank zitten. Nou, dan wil die malware die bedenkt, oh, dan ga ik eens een transactie van 3000 euro naar Polen bijzetten. Want daar zit de money mule, degene die dat geld moet gaan ophalen. Die stuur ik mee naar de bank. Dan zegt de bank, oh, ik zie nu 2 transacties. 35 euro energierekening en 3000 euro naar Polen. Is dat inderdaad wat u bedoelt? Dat stuurt de bank terug, hè? Mooi transactieoverzicht. Maar dat komt niet uit bij de gebruiker, dat komt uit bij de malware. Die poetst die frauduleuze transactie uit de webpagina. Dat wordt gewoon letterlijk uitgesloopt, die HTML. De pagina wordt weer keurig in het originele format hersteld. En dan krijg jij de gepoetste pagina te zien, waarin alleen je eigen transactie staat met de code die jij moet authenticeren. Dat is even in de notendop hoe het werkt. Nou, dus die manipulatie van die webpagina, dat doe je met stukjes code, die noemen ze web injects. Dus je injecteert code in de webpagina die de webpagina manipuleert. Waardoor de gebruiker niet ziet wat er daadwerkelijk gecommuniceerd wordt met de bank. Oké, het gaat nooit lukken in 3 minuten, maar goed, oké. Wat we nu hebben gedaan met Fox is, ga even wat overslaan, is gekeken naar de instructies die gestuurd worden naar de machines die geïnfecteerd zijn met Zoos. Want je moet die machines vertellen, A, welke webpagina's ze moeten manipuleren. Want ze gaan niet alle webpagina's manipuleren. En wat ze dan moeten manipuleren. Nou, dat heet injectcode, webinject, en dat zie je hier. Dus hier heb je brokjes code uit de, wat dan heet de configuratiefiles. Dat zijn dus de instructies die wij, die de criminelen aan de bots sturen, aan de Zoos-bots. Dus je ziet hier URL's, dat zijn de sites die aangevallen worden. En vervolgens komt er code over hoe de pagina die op die URL wordt weergegeven, hoe die gemanipuleerd moet worden. Dus wat sloop je eruit, wat stop je erin, enzovoort. Nou, wat hebben we nu gedaan? We hebben een hele dataset met dit soort configuratiefiles die 4 jaar bestrijkt. Dus zeg maar 4 jaar instructies die aan bots verstuurd zijn. Dat beslaat 1,2 miljoen aanvallen. En van die 1,2 miljoen aanvallen hebben we alle domeinen geprobeerd te achterhalen. Soms zijn ze een soort van versleuteld met rare wildcards en toestanden. Maar een groot deel hebben ze kunnen reconstrueren. En vervolgens zijn we gaan kijken wie wordt er aangevallen en hoe vaak. En waarom zijn sommige doelwitten interessanter voor de criminelen dan andere doelwitten. Daar zijn we nu mee bezig. En dan zal ik dan een paar krentjes daaruit vissen om dit te gaan springen. En op een gegeven moment moet iemand mij van dit podium afhalen. Dat zeg ik er even bij, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Oké. Deze is wel aardig.
En hier hebben we gekeken naar de duur van de aanvallen. Dus er zijn, je hebt heel veel sites die worden heel even aangevallen. Dat is die enorme piek. Dus op de x-as staat de tijdsduur van de aanval. In weken. Weken. Dus er zijn sites, want we hebben ruim 4 jaar data. Er zijn sites die worden 4 jaar lang elke dag aangevallen. Niet verwonderlijk zijn dat onder andere grote banken, maar ook dingen als PayPal, eBay enzovoort. En je hebt heel veel sites die worden heel even aangevallen en daarna ja, zij gaan de aanvallers weer wat anders doen. Dus hier zit heel veel trial and error. Ik ga eens kijken of het werkt, misschien is er iets te halen enzovoort. Of misschien lukt het wel, maar er blijkt geen vraag te zijn naar de dingen die je kan wegsluizen daar. Dus dat was al interessant. Toen hebben we gekeken naar, hebben de sites die kort aangevallen worden andere kenmerken dan bijvoorbeeld de sites die lang aangevallen worden? Nou, het antwoord is ja. Je ziet bijvoorbeeld in deze kolom dat het onder de lang aangevallen groepen, often attack, always attack, dus dat is de rechterkant van de curve, zijn veel meer financiële instellingen dan aan het begin van de curve. Dus financiële instellingen zijn interessant. Waar hangt er nog meer mee samen? De omvang van de site. Dit zal ik jullie even besparen, maar waar het op neerkomt is, hier staat de omvang, de populariteit van de site, gemeten door Alexa, dat is zo'n webtraffic analist. Maar je moet even contra-intuïtief doen, want de onderkant is dus de meest populaire sites. Dus het is een ranking. Hè? Dus ranking 1 is geloof ik Facebook, Google enzovoort. Hè? Dus die staan onderaan. En je ziet dat er niet een heel sterk verband is, want eigenlijk wordt alles op alle niveaus worden aanvallen gedaan. Maar je ziet wel dat als je de gemiddelde pakt van die groepen, dat de vaak aangevallen sites een hogere ranking hebben, licht hogere ranking hebben dan de minder aangevallen sites. In Amerika hebben we dat nog iets preciezer kunnen doen. Daar hebben we alleen de financiële instellingen eruit gevist. En die hebben we afgezet tegen de, wat dan heet de FDIC data. Dat is een soort toezichthouder in de VS. Daar moeten alle financiële instellingen zich registreren. Nou, daar zien we een aantal interessante dingen. Dat er eigenlijk maar een klein deel, in Amerika heb je heel veel kleine banken. Er is een klein deel wat met Zoos wordt aangevallen. Dat bedoel ik helemaal niet. Die zijn wel een slachtoffer van meer targeted attacks. Maar niet met zeg maar grote botnet-achtige aanvallen. Alleen maar 175 daarvan. Van die 175 zie je dat ze bijna allemaal bij het grote deel van het spectrum zitten, de grote jongens. Hier zie je de top 50 gemeenten in hun deposits. Dat is dus data die je heet. Dus hoeveel geld staan er op alle rekeningen van die bank. Maar dan zie je ook dat ja, ze worden bijna allemaal aangevallen. Maar de intensiteit, dat is die blauwe curve van de aanvallen. Dus hoe vaak wordt ze aangevallen bijvoorbeeld. Dat fluctueert alle kanten op. Dus onze conclusie tot dusver is, als je groot bent, word je een doelwit, maar de mate waarin je een doelwit wordt niet gedetermineerd door de grootte. Dus blijkbaar zijn er andere factoren, andere eigenschappen van die banken, die maken dat sommige heel vaak aangevallen worden en andere heel weinig. Ja? We hebben 10 minuten erin, het is in principe 9:30. Goed, 10 minuten ga ik redden. Dit vind ik zelf een van de interessantere uitkomsten nog. Daar moet ik even iets bij vertellen. Wij zagen al dat criminelen een soort trial and error doen. Hè? Dus ze gaan niet altijd dezelfde sites aanvallen. Je probeert natuurlijk nieuwe opportunities te vinden. Maar we zagen dat proces van nieuwe doelen te vinden blijkt heel constant door de tijd. Dus je ziet hier boven het totaal aantal aangevallen domeinen per tijdseenheid, dus het zijn maanden, over 4 jaar. Nou, er zit hier een dip, kom ik zo nog even op. Maar ja, dat is ruwweg constant. Dus er is blijkbaar een constante hoeveelheid doelwitten die elke maand wordt aangevallen. En ook als je kijkt naar welke komen erbij, nieuwe, dat is blauw denk ik, ik ben kleurenblind, of is dat paars? Blauw? Oké. Blauw is ook redelijk constant, dus er wordt elke maand een vaste hoeveelheid nieuwe domeinen uitgeprobeerd als het ware. En een deel daarvan, dus ook redelijk constant, is nog nooit gezien. Sommige daarvan die waren niet aangevallen in de maand daarvoor, dus dan gaat iemand het toch weer eens proberen. Andere waren nog nooit gezien, dat is ook een soort relatieve, hè? Dus niet een grote curve steken. Dus dat was interessant. En toen zijn we eens gaan kijken van, ja, waar treedt dan die innovatie op van de nieuwe doelwitten? Daar zie je bijvoorbeeld dat dit binnen de landen sterk verschuift. Dus 17 landen bijvoorbeeld werden voor het eerst pas in 2012 aangevallen. Dus hun financiële of andere instellingen door
hier zitten bijvoorbeeld een hele hoop van die kleine belastingparadijzen bij. Die tot dan toe buiten schot waren gebleven, waar een hoop mensen van gingen denken, hé, wacht eens even, dat is toch wel hele interessante instellingen om ook eens te proberen. We weten niet of dat echt succesvol is, want het is natuurlijk veel moeilijker om klanten te vinden van een of andere bank op de Cayman Islands, hè, dan, laten we zeggen, de Rabobank. Dan weet je ongeveer waar je moet zijn, maar bij de Cayman Islands is dat wat moeilijker. Sorry? Nou ja, misschien zijn ze inderdaad weer met elkaar bezig, dat zou wel kunnen. Dit is het laatste, wat ik ook heel interessant vond, is we hebben na twee... Eerst wat je hier ziet is iets gelieerd aan het vorige. Dit is niet het aantal domeinen wat wordt aangevallen, maar het aantal actieve aanvallen. Ik zal jullie even besparen hoe we dat precies geteld hebben. Dus dat zijn alle actieve botnets, alle Zeus botnets die een eigen command and control kanaal hebben, dus eigen instructies kunnen sturen. En daar zie je dat ook daar daar zit wel een curve in, maar die gaat naar beneden. En dat is eigenlijk heel raar, want wat is er in 2011 gebeurd? Toen is de source code van Zeus uitgelekt. Tot dan toe had je eerst de maker van Zeus die dat verkocht zelf. Toen kreeg je een soort Zeus as a service dienstverlening. Dus dan kon je gewoon tegen een licentietarief kon jij Zeus krijgen van iemand. En die ging in een nieuwe varianten die dus niet gedetecteerd werden door de virusscanners. En daarna, maar daar moest je flink voor betalen. Maar hier was die source code ineens vrijgegeven. Dus wat dacht iedereen, hè, economics. Nu wordt het dus heel goedkoop om Zeus varianten te maken. Dus gaan er heel veel nieuwe criminelen in deze markt meedoen. Want ja, een grote kostenbarrière en entry barrier tot die markt is weggevallen. Nou, niets blijkt minder waar. Geen enkele opleving, ook in die eerdere curve die je zag met het aantal domeinen, bleef ook constant. En andersom zagen we ook geen effect van een grote takedown effort die Microsoft heeft gedaan richting Zeus. Die hebben toen enkele honderden command and control servers offline gehaald. Nou ja, kijk zelf even naar de curve en maak je oordeel over wat de impact daarvan is geweest. Het was al heel laag en het is niet verder omlaag gegaan. Sterker nog, kort daarna ging het weer wat omhoog. Dus tot zover het effect van grootschalige command and control takedown. Wat moet je hier nou als conclusie aan verbinden? Nou ja, verder onderzoek is nodig, bla bla bla. Maar mijn vermoeden is dat wat je hier ziet, is dat er een soort natuurlijk plafond zit in de schaal waarop deze aanvallen plaatsvinden. En dat dat plafond niet verhoogt doordat delen van de criminele waardeketen goedkoper worden. Nou, hoe kan dat dan? Nou, wij denken dat dat komt omdat verderop in de waardeketen de echte bottlenecks zitten. En een van de grote bottlenecks, dat kan iedereen van de banken hier vertellen, is zeg maar de cash-out operation. Hoe krijg je het geld weg? Je kan een frauduleuze transactie doen, allemaal tot je dienst, maar hoe krijg je dat geld weg op een onomkeerbare manier? Dan moet je dat naar een money mule zien te krijgen. Die mule moet vervolgens geld uit de muur trekken ergens en met Western Union of zo wegsluizen. Dat blijkt de grote bottleneck te zijn. Dus dat is ergens goed nieuws, want die hele professionalisering van zeg maar, de botnet- en malwaremarkt, die heeft dus geen opstuwende werking op internetbankierfraude. Omdat daar zat de schaarste niet. Dus het feit dat criminelen nu nog makkelijker malware kunnen produceren en kunnen inkopen, hè, dat zijn de headlines waarmee de securitybedrijven jullie om de oren slaan. Oei, oei, het wordt allemaal nog erger. Ja, dus dat is voor een deel dus bullshit, omdat ze te beperkt kijken. Ja, het wordt makkelijker om malware te produceren, het kost geen drol meer, allemaal goed. Maar dat bepaalt het aanvalsvolume, de hoeveelheid mensen die zich hiermee bezighoudt. Ik had beloofd te stoppen, maar het is toch moeilijk om dat te doen. Nog één allerlaatste dingetje dan. En wat we ook naar gekeken hebben is hoeveel van die aanvalscode wordt herhaald. Nou, daar kom je ook verbluffende cijfers tegen. We hebben gezien, dus ik zei al, we hebben 1,2 miljoen stukken injectcode bekeken. Daarvan is maar 1,2% één keer gezien. En dus dat is één keer gebruikt voordat het weer aangepast moest worden. Dus die 98,8% is allemaal injectcode die je meerdere keren kan gebruiken. Dat is wel interessant. Want we hebben een beeld van een heel dynamisch kat-en-muisspel tussen, laten we zeggen, banken en aanvallen. Nou, dat blijkt zeer betrekkelijk te zijn.
Sterker nog, je kan het hier zien, 43% van die aanvalscode die wordt 1000 keer herbruikt. Sommige van die aanvalscode wordt 4 jaar lang ongewijzigd ingezet. Nou ja, een deel daarvan is omdat dat triviale code is, die manipuleert iets met HTML wat eigenlijk niet verandert. Dat is begrijpelijk. Maar een deel daarvan is ook echt de code die zeg maar, de financiële transactie beïnvloedt. Dat is toch intrigerend, hè? Want dat past niet bij dat beeld van hele snelle wijzigingen aan de kant van de bank, die dan vervolgens de aanvaller dwingt om zijn injectcode aan te passen. Nou ja, het zou leuk zijn om eens met mensen in de bank precies te praten over die tactieken. Wat ik heb begrepen tot dusver is dat ze eigenlijk niet meer proberen op dit stadium de aanval af te slaan. Hun effectieve tegenmaatregelen zitten juist door te zien te krijgen waar de money mule zit. Want dat is de schaarse resource voor de aanvaller. Dan kun je die eruit halen en dan moet je dus niet eerst die aanval afslaan. Die moet je luister laten doorlopen tot waar je de money mule ziet en dan kap je hem af. Heel slim, goed bedacht. Maar dat betekent dus ook dat je qua codeontwikkeling voor de aanvallers, ja, dat daar het leven wordt aangenaam. Want je hoeft niet zoveel meer te doen, want het blijft gewoon werken. Werken in de zin van dat de aanval doorgaat, maar niet dat je uiteindelijk geld verdient. Oké. Ik heb een lopen stoppen, dus dat doe ik echt. Ja, punt. Dankjewel.